Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een grote nieuwe video. Mijn naam is Jurgen en vandaag heb ik de Porsche 911 911. Dus gaan we vandaag pimpen. We hebben een korte video, even een pimp video. Dus hallo Bennies. And we going to pimp this man. Ik denk, nee, dit ga ik niet doen, want dat is veel te duur. Armor, gooi ik er natuurlijk op. Bodywork. Wat verandert er? Oh, hier aan de zijkant. Nou, gooi ik er gewoon op brakes. Ja, Ja, ik gooi het er wel gewoon op bumper. Die is wel cool. Energy hoog. Exhaust. Niet heel veel verschillende piepjes. Dit is wel een mooie piepjes. Explosie is niet hoorn. Nee. Eigenlijk wil ik even een oude auto van maken. Dus. Nou, ik wil niet echt zo'n racewagen. Ja, ik wil juist een racewagen. Ik wil geen racewagen. Ik wil juist een racewagen. Aan de kleur. Tuurlijk, want we zo broed. De echte is natuurlijk wel oranje. Damn man, deze is sick. Ja, kakken we er gewoon in. Spoiler? Oké, we hebben nu zo'n spoilertje. Oké. Zo, dat is een lekkere strijkplank. Ja. Dat is een mission. Die doe ik er niet op. Turbo. Het vind ik echt jammer dat je niet gewoon de standaard de kleur kan veranderen. Gewoon high end. Het is old school. Zal ik weer overal heb je ook niet old school. Nee, godverdamme. Gewoon wel laaiend. Niet hele dure velgen, dus ik heb niet heel veel geld. Handy. Ik ga niet meer, ik ga niet zo heel veel meer rijden, dus ik stop het er niet op. Ik kan hem zo even krijgen, maar ik ben helemaal blut. En daar heb ik niet zo heel veel zin om helemaal blut te zijn, dus nee, dat doe ik niet. Oké. Een off-road, kan niet dat ook een beetje? Ik denk het niet. Kijk, boom. Nou, ik kan wel een beetje vooruit. Maar hij zit wel stabiel op de weg. Eerlijk, hij valt niet om. Kijk. Ik probeer hem nu echt om te krijgen. Oké, het lukt uiteindelijk wel. En het geluid.
Interieur. Ah, wel een standaard interieur. Ik vind hem nog wel cool. Oh, nou. En dan wou ik nog even aan jullie laten zien, want dit is niet de enige auto die ik heb gekocht. Ik heb meerdere auto's gekocht. Ik zal jullie even mijn garage laten zien. Die auto's, ik kon niet filmen hoe ik die ging pimpen. Maar laat ik ze even zien. Zo, dan jiet ik hem even weg. Bank to hompje, wompje, klompje, hompje. Zo. Voilà. Wat zagen jullie, man? Ik ga eerst even alles goed zetten. Nou, we gaan even achteraan. Dan hebben we natuurlijk deze. Deze kennen jullie niet. Dit is de... Volgens mij kennen jullie deze niet, maar dit is een van de... Zo. Zo. Even muten. Maar dit is dus de Banshee. Die heb ik gekocht. Gekregen bedoel ik. Deze, die kennen jullie misschien wel. Deze heb ik ook gekregen. Ik heb een startspack gekocht. Dus daarmee heb ik al deze auto's gekregen. Deze heb ik gekocht. Die kennen jullie misschien ook nog wel. Nou, dus hebben we de Centorno. Die kent denk iedereen die geabonneerd is, die kent deze wel. Deze heb ik ook nieuw gekocht. Ik kom even niet op de naam, maar die heb ik wel gekocht. Nou, de Porsche 911. Ja, ik vind dat een lelijke auto. Die heb ik gewonnen bij Casino. En deze, de Turismo R. Ja, en dan, wie kent Enzo allemaal? Iedereen wel. Enzo heeft een nieuwe auto. Voilà, pol appetit, dit is hem. Althans, ik heb hem nagemaakt. Als die tikker niet op zat, leek hij iets meer op. Ik heb hem een beetje gebaliseerd op Enzo. Alleen ik heb wel... Kijk, als ik hem opstart... Blauw erin toegevoegd, zie je ook aan de headlights. Ik heb blauw erin toegevoegd, dus... Maar dat zijn dus al auto's. Die heb ik dus... Deze snap ik als jullie die nog niet kennen, want die heb ik in gisteren gekocht volgens mij. Ja, nou, dat was het een beetje, dus in ieder geval tof dat jullie hebben gekeken naar deze video. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Later!